nog net zondagmorgen. Ik zal ze dadelijk voorgeven aan onze voorzitter, maar er is nog een andere voorzitter hier, de voorzitter van de Vassen. En die heeft voor deze kermis iets speciaals meegebracht, naar de koop. Dankjewel. Vanaf nou is het woord even aan jou, mag het niet langer naar de harmonie van de Rijksburg. Ja. Goedemiddag, Rolf. Dank u wel, Johan. Het is natuurlijk wel zo, de kermis is dus van het Oranjeplein hier naartoe teruggekomen. En Johan die vertelde me ook al dat dus de mensen daar erg blij mee zijn. Maar de kermis hier in Terijden is toch een eeuwenoude traditie die hier altijd midden in het dorp gestaan heeft. Dus een oude traditie en zeker de Vlaassert weet dat, dat je oude tradities, net als het gilde, in ere moet houden. Zeker. En daarom heeft de harmonie ook haar schouders gezet onder de kermis om die te behouden, te laten blijven. En daarom zijn we ook hier teruggegaan in het dorp. Johan, bedankt voor het boekje. We zijn er erg blij mee. Ja. Oh, hartelijk bedankt, Piet, voor deze mooie woorden. We gaan dus beginnen met ons kermisconcert. En het kermisconcert, dat doen wij altijd in samenwerking met het Gilde Sint-Antonisch. Ik wens u allemaal, dames en heren, natuurlijk een hele fijne kermis. Een heel fijn concert en fijne feestdagen, want het zijn feestdagen. Ook voor Harmonie Terijden, natuurlijk die de kermis organiseert. Leo, mag ik jou verzoeken om het concert te beginnen? En we beginnen, want daar is er namelijk, ja, applaus en mag natuurlijk. We hebben een jarige in ons midden en dat is Ellie. Die is precies vandaag jarig. En Bars. Nou, alle twee proficiat namens haar mee. En waar beginnen we dan mee? Leo, ga de gang.
voor de start. En de notaris die maakt de envelop open, want hij was al open. Hij had de klop eruit en de gelukkige is lotnummer 2918, Oma Loes, Boerenijders 12 in Bavel.